De PSV Matchday Show wordt mede mogelijk gemaakt door Bavaria 0.0 en Toto Sport. Welkom en leuk dat je kijkt naar de PSV Matchday Show voor de Toto KNVB beker PSV tegen Go Ahead Eagles. Sinds 2013 voor het eerst in de halve finale. En vandaag te gast hoofd jeugdopleiding Ernst Faber. Welkom, leuk dat je er bent. Allee, dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja? Goed, ja zeker. Mooi zo. En met de jeugdopleiding, want er gebeurt toch best wel aardig wat daar. We staan zes winterkampioen. Ja, zeker. Vooral de manier van werken levert resultaat op dat we zes winterkampioenen hebben. Ook het andere elftal onder 15 heeft het goed gedaan, qua speelwijze en manier van werken. Dus we liggen op schema, zeggen ze dan mooi. Ja, ben je tevreden over de ontwikkelingen? Hoe loopt het allemaal? Spelers worden beter, veel talent, trainers worden beter, ook veel talent daarin. Dus wat dat betreft is onze doelstelling ook wel de juiste. Ja. De manier van samenwerken bepaalt uiteindelijk het resultaat. Dus die combinatie is wel mooi. Ja. Waar let jij op als hoofdjeugdopleiding voor mensen, voor de spelers die voor het echte werk klaar zijn? Nou, we leiden natuurlijk op voor PSV 1 en daarin hebben wij denk ik allemaal bovengemiddelde talenten. En we proberen voor iedereen de juiste route te creëren om dat doel te halen. En we kijken vooral naar uitvoer en in welke fase van die ontwikkeling ze zitten. Mm-hmm. En daar proberen ze een beetje bij te sturen. Uiteindelijk moet de speler dat zelf doen. Maar bij hulp van goede trainers, goede begeleiders en goed personeel. Levert dat op dit moment een aantal kampioenen af, maar zegt er niks over het einddoel. Nee. We hebben een aantal spelers al op de bank gezien. Hè? Een Vos, ja. Een Saibari, Peersman, nou, nog een aantal anderen. Wat zijn dat voor een spelers? Nou, ik wil jongens die heel graag PSV 1 willen halen. Dat hebben ze al van het begin van hun carrière gehad. Dat is wel vereist nummer 1, hè? De intrinsieke motivatie. Je moet het echt heel graag willen. Waarom? Je moet er veel voor laten. Je moet je leven helemaal inrichten om te presteren. Ja. En dan ben je er bijna zover om erbij te komen zitten. Maar dan zit je er bijna en moet je erbij blijven. Nou, dat kost vier keer zoveel energie als het traject daarvoor. Maar het zijn jongens die gemotiveerd zijn. Die coachbaar zijn. Mm-hmm. En die graag top willen presteren. Heb je dan persoonlijk ook contact met ze als ze op de bank mogen zitten hier? Het traject daarvoor heb je wel wat contact rondom de velden. Ja. Om zoveel mogelijk als hoofdopleiding toch naar buiten te gaan en hun daarin begeleiden. Vooral op het moment dat het hier moet gebeuren. Ja. Maar voor de rest is het ook, ze moeten ook zelf ondervinden wat die laatste stap is. Dus de grootste, de moeilijkste, maar ook de meest interessante. Ja. En hoe lastig is het zo'n Bakayoko die dan ook echt zijn debuut maakt? Die wil heel graag, dat zie je, is fantastisch om te zien. Waar ligt dan de balans dat je echt die 100% of 200% in moet zetten? Nou, dit gaat wel vanzelf. De adrenaline, de spanning, een beetje nerveus. Hij gaat het veld in en eigenlijk wil je te veel doen. Ja. Mijn advies is vooral om naar de hoofdtrainer te luisteren. En vooral uit te voeren wat hij vraagt. Je moet dan dat soort omstandigheden gewoon je werk leren te doen. Ja. En dat is altijd de basis om verder door te groeien als jonge voetballer. Ja. Ja. Wie gaan wij bijvoorbeeld over 3 jaar zien in een bekerfinale die de winsten voor ons van het veld mee gaat nemen? Nou, kijk, de jongens die er nu al bij zitten, Jensson Silt, Johan Bakayoko, we hebben dan nog Frederik Uppegaard, Jeremy Antonis, al die jongens, Ismael Sabari. Ik denk dat ze op termijn, die 3 jaar hebben ze ook wel nodig om door te kunnen groeien, maar er zitten nog veel meer aan te komen. Het is altijd interessant om te kijken in die 3 jaar wie dan uiteindelijk zover komt. Ja. We hebben genoeg aanwas om daarin jongens te leven vanuit de academy. Maar het laatste stapje is venijnlijk moeilijk, maar wel een mooie uitdaging voor iedereen. Ja. Zo'n Gakpo, een Vertessen, een Obispo, een These die dan wel echt in de selectie staan. Daar zal jij denk ik trots op zijn. Heb jij contact met die jongens? Ja, het is niet dat we dagelijks bellen, maar als wij ze zien is die wel contact vrij amabel. Mochten ze bij de academy komen, dan spreken ze natuurlijk aan. Mochten bij het eerste zijn, identito. Het is vooral, zij zijn een mooi voorbeeld voor de rest. Ze zijn ook een beetje sterker geworden voor alles wat eronder zit. Je hoort jonge jongens praten over de voorbeelden vanuit de eigen academy die bij PSV 1 zitten. Voor onze schoutwaarts, als ze ook regelmatig naar ons toe komen om daarin live het voorbeeld te zijn. Mm-hmm. Dus dat werkt als een enorme boost op de jonge spelers. Ja. En voor de rest is vooral kijk hoe zij zich ontwikkelen. Want die ontwikkeling nemen we mee in de ontwikkeling van onze spelers bij de academy. Ja. Wat zijn er dan voor gesprekken? Ik bedoel, je hebt natuurlijk vanuit de jeugd meerdere die met hun dan spreken. Maar jij echt als persoon, als mens, wat wil jij ze dan meegeven? Nou, gewoon op persoonlijk vlak. Hoe het gaat, hoe het privé gaat, hoe het met de familie gaat. Je kent natuurlijk het hele traject waar ze hebben
afgelopen. En van het menselijke kant denk ik, belangrijk is ook bij de topsport. We hebben het altijd over presteren. Dat doet iedereen wel, dat doen zij ook. Dat vraagt iedereen wel, maar vooral de omgeving, die moet ook topsport leven. Ja. Dat is voor mij net zo interessant als en belangrijk vooral dan de speler zelf. Ja, zo je naartoe laat. Voordat wij hier verder gaan, wil ik jullie al op attenderen dat we straks uiteraard weer voor op een plekje op de Totopaal gaan spelen. De quoteringen en de stellingen zijn nu vastgepind in de chat. Dus speel mee en speelbewust 18 plus. Ja, goed. Dan gaan we eventjes naar jouw geschiedenis. Een rijke historie heb jij bij PSV. Jij bent voornamelijk als voorstopper neergezet in de selectie. Maar je hebt ook ervaring linksback, rechtsback. Er wordt veel geschreven nu over Mauro Junior. Ook linksback, rechtsback, nou, noem maar op. Wat doet dat mentaal met je? En hoe draagt dat bij aan de ontwikkeling van zo'n speler? Nou, mentaal is Mauro gewoon een hele sterke jongen. Dus je ziet hoe hij zich heeft ontwikkeld. Ja, hij is begonnen bij PSV in de opleiding. Daarna heeft hij ook een tijdje bij Heracles gevoetbald. Ja. En die jongen heeft gewoon energie gestoken in zijn eigen ontwikkeling. Hij is ook al een beetje een eigenaar van, zoals dat mooi heet. Mm-hmm. Hè? Dus hij is niet gaan wachten op andere dingen. Hij heeft vooral energie gestoken in dingen waar hij invloed op heeft. Dat was zichzelf. Hij is gaan voetballen daar. Hij heeft mooie minuten gemaakt. En hier is hij gekomen met de instelling om gewoon te zijn zoals hij is. Ja. En gewoon te luisteren naar de trainer zoals Roger Smit is. Ja. Heeft hij geweldig gedaan, want welke positie hij ook speelt. Hij voert zijn opdrachten uit. Hij voert zijn opdrachten uit. Ja. En het is wel een kracht van hem. Ja. Waardoor je voor een trainer natuurlijk zeer interessant bent en vooral betrouwbaar. Ja. Wat deed dat met jouw ontwikkeling? Ja, ik ben natuurlijk een andere tijd opgevoed. Hè. Mijn tijd was gewoon, je voert uit wat ze vragen en niet zeuren. Dan mag je later wat van vinden en gewoon hard werken. En daarna moet je erover nagedenken wat het dan de inhoud is van wat de trainer verlangt. Het begin is even wennen. Waarom? Het is niet je favoriete positie. Mm. Maar als je ook bent opgeleid om gewoon uit te voeren wat de trainer vraagt, dan is het wel wat makkelijker. Dat was bij Mauro ook. Rechtsback, linksback, centraal, dat maakt niet zoveel uit. Gewoon doen, vragen wat hij wat hij wil en dan ook doen wat hij wil. Ja. En dan ben je ook betrouwbaar en laat je ook zien wat hij nu ziet. Ja, precies. Ja, dan gaan we naar de bekerwedstrijden. Ja. Jij als het topduo, Cocu, Faber, hebben in 2012 de finale bereikt. Ja. En uiteindelijk ook die beker gewonnen tegen Heracles. Ja. Wat weet je daar nog van? Ja, het was 3-0. Het was 3-0, zeker. Ja, 3-0, Nou ja, goed. Midden seizoen moesten we het overnemen van Fred Rutte en Erik ten Hag. Uiteindelijk een bekerfinale gehaald. En dan is het vooral genieten. Hè. Dan zat de volle Kuip. Veel toeschouwers die heerlijk. Die dan voor jou in ondersteuning zijn. Hè. Ja. We hebben ook samen in het veld gestaan. Volgens mij was Chris van der Weer er ook nog bij. Top trio, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dan moet je ze ook laten genieten vooral. Hè. Want het is niet alleen tactiek. Het is ook genieten van het moment dat je daar staat. En dan ze laten vertrouwen op de dingen die je hebt getraind met elkaar. Nou, als je dan met 3-0 wint, dan is dat een mooi feest. Ik denk wel terecht gewonnen. Heracles was toen volgens mij onder Peter Bos. De palmier van Spelen, nou, die hadden we ook onder Philippe Cocu. Uiteindelijk ook de terechte beker gewonnen. Ja, dan is zit dat nog vers in je geheugen? Vers niet. Vers niet. Is een beker die je wint. Is dit? Ja, dat klopt. Zo voorbij? Ik zit helemaal in de opleiding. Ja, oké. Dat is waar. Ja, dat is waar. Moet je wel van genieten, dat is wel een belangrijke prijs. Ja. Ja, ik kan er niet omheen. Ik moet toch even terug naar 2019. PSV deed toen nog mee voor de beker. Jij kwam als interim trainer erbij. Die eerste wedstrijd van jou ook meteen voor de beker GVV. Nou, uiteraard gewonnen. In de verlenging dan wel. En toen NAC Breda. Hoe kijk je daar nu op terug? Nee, het is een leerzame periode voor mij geweest. Maar natuurlijk, op het moment zelf zit je in een crisissituatie. Ja. Alle verhoudingen en de manier van samenwerken is dan doorbroken. Dat moet je dan zien te herstellen. Nou, als je dan ook nog achterkomt en twee keer achterkomt, dan is het vooral crisismanagement. Ja. Goed om je heen kijken, doorheen zien te komen. Dat is een minder leuke periode, maar wel heel erg leerzaam. Omdat ik er wel gebruik van maak, zeg maar, in het opleiden van jeugdspelers en jeugdtrainers vooral. Dus wat maak je mee als het verkeerd gaat? Mm. Dat maken we allemaal een keer mee, zoals dat mooi hoort in het trainingscarrière, maar ook spelerscarrière. En zo kijk ik op terug. Toen was het niet leuk, maar wel noodzakelijk om een nieuwe start en doorstart te maken. Ja. Maar uiteindelijk vierde plek en helaas door corona hadden we misschien nog wel meer in gezeten. En zo moet je ook als speler naar kijken. Hè. De minste periodes in je carrière, ook als trainer, ga je het meeste van leren. Ja. Het is natuurlijk zaak dat je er wel iets mee doet.
Nou, dat doe ik nu bij de Academy. Dat zeg je wel heel makkelijk eigenlijk. Maar het is natuurlijk voor iedereen vrij moeilijk om daar overheen te stappen. Om ja, zo'n knauw, ja, om daar doorheen te gaan. Nee, maar je zult het gewoon moeten accepteren. Kijk, de druk is groot. Je presteert dan op dat moment niet goed. En er wordt zelfs uitgeschakeld. Ja. Nou, dan mag je best wel wat emotie laten tonen. Dat heb ik toen ook zelf gedaan. En vervolgens moet je wel door, want je moet er iets mee doen. Dat is ook topsport. Mm-hmm. Dat is ook PSV. Hè. We spelen hier om prijzen te winnen. Ja. En vooral prijzen te pakken. Doorschakelen en laten zien zoals het hoort. Op het moment zelf is het niet prettig. Het is druk. Iedereen vindt er wat van. Je zal best wel wat minder slapen. Maar accepteer het gewoon en doe er wel iets mee. Ja. Er worden vaak jeugdspelers of spelers die normaal gesproken niet in de basis staan, dan wel in de basis gezet tijdens een bekertoernooi. Betekent dat dat een beker dan minder belangrijk is? Of waarom wordt die keuze dan wel eens gemaakt? Nou, dat zou de keuze kunnen zijn zoals jij het zegt, of de reden. Maar het kan ook zijn dat als iedereen bovengemiddeld goed is, ja, dan heb je altijd een goed elftal. Roger doet ook vaak keuzes maken op fitheid, dat snap ik ook helemaal. Mm. Dat kan ook. Dus drie redenen waarom je die keuze zou kunnen maken. Maar als voetballer, als trainer zijn, dan wil je elke wedstrijd winnen. Elke prijs wil je pakken. Hoe die dan ook heet, maakt niet zoveel uit. Zo ben je ook begonnen als amateur, zeg ik altijd. Als liefhebber, nou dat zit er wel in. Ja. Er is niemand die zegt van nou, pak die bekerwedstrijd maar voor jou. En wij is niet, voor ons is het niet belangrijk. Maakt dat voor jou ook niet uit, welke prijs het dan ook is? Als je er maar één pakt? Ja, liefst allemaal natuurlijk. Ja, dat zou allemaal zo zijn we natuurlijk wel. Hè? Ja. Wat dat betreft ook wel kunnen slecht tegen ons verlies. Dus alles wil je gewoon winnen. Ja. Waarom? Dan kijken we later heel mooi op terug. Hè. Nu kijk je naar heel veel jou dan van wat er allemaal gebeurd is. Maar het is altijd wel prettig om zo terug te kijken dan dat je helemaal niks hebt gewonnen. Nee, dat is zeker zo. Ja, oké. Okay. Wij gaan nu naar dit mooie bord. We hebben de PSV Messi Show beste elftal. Zoals je ziet hebben we het team compleet gemaakt. We missen alleen nog maar een coach. Nou, en we dachten natuurlijk dat moet door onze eigen Faber neergezet worden. We hebben Cocu, Robson, Hiddink, Gerrits en Rijvers voor jou. Je mag er eentje kiezen. Dan kies ik voor Bobby Robson. Oké. Okay. Vertel. Nou, ik heb die als trainer meegemaakt. Dat is ook een trainer die mij uiteindelijk mee wilde nemen naar Newcastle United. Ja. Dat is helaas niet doorgegaan door Achillespeesblessures. Maar deze man was zo'n fijne persoonlijkheid. Ja. Zijn besprekingen waren legendarisch. Was gewoon het theater. Mm-hmm. Is echt een trainer waarvoor je door het vuur gaat. Ja. Voor die anderen ook. Maar deze deed op zo'n mooie Engelse humor. Het is legendarisch en wat dat betreft alle respect en eerbetoon naar hem toe. Ik vind het een mooie keus. Vandaar onze trainer. Plak hem erbij. Ja. Dan is hij compleet. Mooi. Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja, dan gaan we naar die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het moet eigenlijk zo simpel zijn, maar niet is minder waar. Tegen Ajax gewoon lekker gewonnen. Het is simpel. Oké, wat gaan we doen vanavond? Ja. Vertel. Ik denk dat we met 1-3 winnen. Zo? 1-3. Oké. Ja. En waarom denk je dat? Omdat we gewoon veel kwaliteit hebben. We scoren altijd. Natuurlijk vol stadion voor Go Ahead. Gewoon van Ajax natuurlijk. Nou, ze hebben best wel een keer scoren met geluk. Dat deed ze tegen Ajax ook. Maar we hebben zoveel kwaliteit en kunnen het beslissen op de goede momenten. We hebben er meer ervaring in. En ik vind dat we daarin nog gewoon de vertrouwen uit mogen spreken naar het team, naar de trainers. Ja. Dus ik zeg terecht 1-3. Terecht 1-3. Hoe gaat die wedstrijd verlopen? We komen met 2-0 voor, wordt het 2-1 tweede helft. Dan gaan zij drukken, hè. Ze willen toch verlenging forceren. En dan is het Gutsen die uiteindelijk de genadeklap geeft. Okay. 1-3. En dan hebben we feest vanavond voor de buis. Er is trouwens geen buis, maar zijn allemaal platte schermen tegenwoordig. En dan zijn we in de finale. Ja, jij gaat ook het commentaar geven, hoor ik. Jij weet precies hoe het... Thuis wel, live niet. Oké, nou aan de hand daarvan wil ik met jou naar onze tweede rubriek voor een plek op de totopaal. Ik heb hier voor jou drie stellingen. Mooie naam, hè? Drie stellingen met de quoteringen daarachter. Jij mag €5 fictief inzetten. Ja, ja. Ik pak even mijn telefoon erbij, want als jij iets van de manier van winnen erbij wil pakken. Ja. Dat kan uiteraard met, even kijken, dat Go Ahead Eagles kwalificeert zich in de verlenging. Maar dat dacht je al niet. Nee, dus PSV kwalificeert zich in de verlenging of gewoon in de reguliere tijd? Reguliere of tijd. Of na penalties? Reguliere tijd. Wil je daarop inzetten? Ja. Hoeveel? €3. €3, oké. Okay. Nou, kwotering van 1,29. Ja. Dan heb je nog €2 over. €2 over. Dit kan niet of wel? Jawel, dat kan zeker. Ja, Guts en Doan hebben beide al 2 keer gescoord in de beker. Dus, €2 over. Dan zet ik €2 op Gutsen.
€2 op Gutsen scoort. Ja. En dan de kwartering 2,70. Wij noteren het. Mart van Heuvel, onze grote Toto-koning. Ja? Wie weet. Mart, sla jij hem ervan af. Ik wil jou heel erg bedanken voor je mooie verhalen, voor je tijd. En wij gaan winnen vanavond. Maddie, toch? Afgesproken. Goed zo, dankjewel. Dankjewel. Hè. Jullie bedankt voor het kijken. Veel plezier bij de wedstrijd. PSV tegen Go Ahead Eagles in de Toto KNVB beker. Jullie kunnen live overschakelen naar ESPN. En we gaan winnen, dat hebben we al gehoord. Dankjewel.